De vuurwapenwet is gewijzigd. De Nationale Assemblée nam gisteren met algemene 30 stemmen het gewijzigde wetsontwerp aan. Volgens justitieminister Jennifer van Dijk-Silos gaat het om een integrale wijziging van de oude wet. De fracties van de VHP, ABOP, PL en NPS verlieten voor het stemmen de zaal. De oppositie is namelijk nog steeds van mening dat de leden Raymond Sapoen en Deepak Kumar Chitten zijn teruggeroepen en onrechtmatig de vergaderingen bijwonen. Terwijl de oppositie bij monden van VHP-parlementariër Mahinder Yogi motiveerde waarom de oppositie niet meedoet aan de stemming, gaf NDP-parlementariër Amsat Abdul stemadvies. U hoort ook justitieminister Van Dijk-Silos, die blij is dat de overheid nu de ruimte krijgt om beleid te maken op het gebied van vuurwapens. Een centrale registratie die keihard nodig is, zodat we op elk moment kunnen zien hoeveel wapens er buiten zijn, zodat je dan weer beleid kan maken. Ik denk, voorzitter, dat deze wet, hoe onbelangrijk hij misschien mag lijken in het hele economisch bestel van ons, heel erg belangrijk is voor de beheersing van je staatsveiligheid door beleid te maken. Ik wil alle leden van de DNA bedanken dat het mogelijk is geweest, ondanks alle politieke verschillen, om op constructieve wijze hieraan te werken. Wij gaan ons onthouden van stemmen, voorzitter, als oppositie. De inflatie is 64%, voorzitter. Water is gestegen, licht is gestegen. Ja, maar ik ga u buiten de orde verklaren als u naar de algemene economie gaat. Kunt u zeggen waarom u niet voor die wet of niet tegen die wet gaat stemmen? We gaan niet voor die wet stemmen, voorzitter. We gaan ook niet tegen die wet stemmen. We gaan ons onthouden. Dank u wel. Omdat wij niet willen hebben dat het volk verder wordt getergd door de regering, door maatregelen, voorzitter. Door inkomstenverhogende maatregelen van de regering. De rek is eruit. En het volk kan niet meer verdragen, voorzitter. Ja, dank daarom u wel. Gaan wij dank ons onthouden, voorzitter. En een tweede punt is namelijk dat wij niet gaan meedoen aan de besluitvorming, omdat mensen hier zitten in het parlement die ons inziens illegaal hier zitten, voorzitter. En dat is een argument dat wij eerder hebben aangegeven. Ja. En daarom gaan wij ook ons onthouden, voorzitter, van stemmen, voorzitter. Voorzitter, als iemand eigenlijk zich zou moeten onthouden... Of nee, u moet uw stem motiveren. Ja, dan zou ik dat zijn, voorzitter. Omdat, zoals u weet, ik vanaf het begin bij de behandeling van deze wet hier in uw college geponeerd heb dat ik een bepaalde opvatting heb. Maar gaandeweg, voorzitter, gaandeweg de behandeling, heb ik gezien dat er heel hard is gewerkt aan verbetering van dit wetsproduct, voorzitter. En ik heb geen enkel reden nu om te zeggen van dat ik tegen ga stemmen. Ik ga voorstemmen, voorzitter. De fractie roep ik op om voor te stemmen, omdat ik weet dat er heel hard gewerkt is. Ik weet dat deze verbeterde wet zal leiden, voorzitter, tot een stukje verbetering. Daarom roep ik aan ieder op, voorzitter, om voor te stemmen. De bedragen in de nieuwe vuurwapenwet voor leges, machtigingen en vergunningen zijn fors verhoogd. De legeskosten zijn van 5 naar 100 SRD verhoogd, terwijl de machtiging van een wapen en vuistvuurwapen respectievelijk zijn verhoogd van 165 SRD naar 2400 SRD en van 125 naar 2400 SRD. De machtiging van een jachtgeweer gaat van 120 SRD naar 200 SRD. Een hele grote aanpassing is de verlenging van een vergunning van een vuurwapen die gaat van 80 SRD naar 2000 SRD. Volgens DNA-voorzitter Jenny Simons speelt de gewijzigde vuurwapenwet ook in op moderne ontwikkelingen zoals gewapende drones. Dat is de kwestie van de drones die op zich verboden zijn, ook al is er geen strafbaar feit mee gepleegd. Op zich, bewapende drones is strafbaar, tot 6 jaar gevangenisstraf. De voorlichting is aangehaald, regering, door de leden. Er zal inderdaad voorlichting moeten komen over de wet. Maar ik denk ook dat we gaan kijken in de begroting, want ik weet zeker dat het ministerie van Justitie geld nodig gaat hebben om de commissie inderdaad te laten werken. Het is dus niet alleen controle op de werking van de wet door het parlement en de regering, maar we verwachten in de begroting van Justitie ook werkelijk wat geld tegen te komen, zodat de wet die stelt dat de commissie moet worden ingesteld binnen een bepaalde tijd, dat die wet ook kan worden uitgevoerd.
DNA-voorzitter Jenny Simons sprak gisteren in de Nationale Assemblée na de wijziging van de vuurwapenwet.